Dit jaar heb ik voor het eerst een show gegeven met mooie muziek en in een jurk. En dat smaakte zeker naar meer. Dus daarom krijg ik in deze video les van Danielle Meiboom, die al ontzettend veel shows heeft gegeven in haar leven. En zij legt me ook uit hoe ik dat paardvriendelijk kan doen. Ben je benieuwd? Blijf dan zeker kijken. Hey allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video waarin ik weer eens les krijg van Danielle Meiboom. Dat is alweer een hele tijd geleden. En wat heel erg leuk is, is dat je kan gewoon video's vinden van 8 jaar oud op mijn YouTube kanaal. Dat jij toen al aan mij les gaf en mij hebt geïntroduceerd aan klikkertraining. Waar ik je echt heel dankbaar voor ben, want daardoor ben ik heel ver gekomen met paarden trainen. Ja. En daar maak je ook nog steeds heel veel interessante video's over op je eigen YouTube kanaal. Maar vandaag kom je mij weer even in het echt helpen met iets waar ik heel graag in wil groeien. En dat is show geven. Nou ja, dat kan je als geen ander volgens mij. 19 jaar ervaring. 19 jaar? Zo, echt heel veel. Nou, dus ja, dan ben ik denk ik wel bij het goede adres. Met ook klikkertraining erbij. En je kent mij en Moos natuurlijk ook heel goed. Ik wil heel graag meer leren over show geven. Want ik wil dat dus meer gaan doen. Maar ook wel op een paardvriendelijke manier. Dus wat denk jij dat showpaarden al misschien van karakter nodig hebben? Of wat ze uiteindelijk echt op show moeten kunnen. Wat trouwens wel heel leuk is, want je zei natuurlijk, ik heb jou geïnspireerd om te gaan klikkeren. Je hebt mij natuurlijk geïnspireerd om een YouTube kanaal te starten. Hé, wat goed. We hebben elkaar wel goed geïnspireerd. Ja, echt leuk. Ja. En daar ben ik ook best ver mee gekomen. Ja, inderdaad. Ja. Dat klopt. Heel goed. Ja, ik ben trouwe volger ook. Ja, ik kijk alle video's. Heel goed, heel goed. Nee, maar goed, je vraag over wat heeft een showpaard nodig en wat heb je nodig om een show te gaan doen. Kijk, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, je hebt een beetje een stoer paard nodig. Ja. Tegelijkertijd, als je een paard hebt die wat minder stoer is, betekent dat niet dat hij niet stoerder kan worden. Kijk naar bijvoorbeeld een Tristan Tucker, die werkt natuurlijk met heel veel van die hete KWPN'ers, maar die uiteindelijk gewoon ook hele goede shows mee kan draaien. Ga kijken naar een Appassionata. Ja, je hebt genoeg van dat soort shows waar alle type paarden rondlopen. Ja. Maar met een stoer paard is het wel makkelijker. Je wil graag paardvriendelijk werken. Nou geloof ik wel dat heel veel showgevers momenteel ook steeds meer zoeken naar het stukje paardvriendelijk. En wat onze handicap is, wat het voordeel is van dit soort grotere producties, die kunnen natuurlijk die setting heel erg gelijk houden. Ah, oké. Okay. Dus omdat er continu dezelfde muziek is, dezelfde belichting, gaan de paarden makkelijker in het riedeltje weer opnieuw mee. Precies. En vaak hebben ze zelfs een eigen rijbak eigenlijk. Want als je naar de Rai in Amsterdam een show gaat geven, ja, dan kan je je voorstellen dat die hele inrichting van die piste gewoon eigenlijk een piste is die ze meenemen. Ja, oh, zo heb ik er nooit over nagedacht. Ja, wij gaan meestal op show, wij nemen niet onze eigen piste mee. Nee, onze eigen piste ook niet onze eigen belichting, ons eigen geluid. Nee, dus dat heeft al heel erg invloed op zo'n paard. Okay. Ja, absoluut. Het zijn natuurlijk enorme gewoontedieren. Ja. En op het moment dat jij dus een piste hebt die eigenlijk gewoon iedere keer exact hetzelfde is opgebouwd, kan je ook in die piste trainen. En dus in die piste de dingen aanleren. En dan is eigenlijk je enige verschil nog dat er op geen publiek omheen zit. Ik heb voordat ik natuurlijk mijn eerste show ging geven met jou ook eerst geoefend op vreemd terrein. Mm-hmm. Dus ik had hem al meegenomen naar andere maneges om daar te oefenen. Want dat helpt ook heel erg. Ja, tuurlijk. Ja. Ik heb ook wel dat ik midden in het bos afstapte en daar dan vroeg om te gaan liggen. Oh, ja, slim. Ja, ja, dat hij op allerlei verschillende manieren of plekken eigenlijk kan luisteren, gewoon, liggen. Dit wat ik van hem vraag. Ja. En denk je dan ook dat je het uiteindelijk elk paard kan leren om op show te gaan? Of denk je, nou, sommigen zijn er echt geschikt voor, sommigen kunt leren, maar soms moet je het gewoon niet bij willen? Dat vind ik een lastige vraag. Ik denk dat je in basis wel met ieder paard een heel eind kan komen. Zeker als je ze voldoende tijd kan geven. En dat is natuurlijk ook. Ja. Kijk, als jij er eentje hebt van 18 die heel sensibel is. Ja, voordat je dan echt die show in kan, dan is hij er waarschijnlijk gewoon niet meer of is hij te oud. Ja. Want je hebt gewoon dan heel veel tijd nodig. Maar als je dus je paard echt jong hebt en al meteen bewust aan de gang gaat met het idee, ik wil je showtraining mee gaan doen, dan ga je veel desensibiliseren natuurlijk, veel verschillende plekken werken. Ja, ja. En op die manier kan je dat echt wel opbouwen. Want dat is dus een van je grotere tips van ga veel oefenen, ga veel op show, ga veel naar vreemde locaties, zodat het gewoon een gewoonte wordt voor het paard. Nou, dat vooral dus inderdaad. Niet zozeer op show, maar ga dus wel veel naar verschillende locaties toe en zoek verschillende settings op. Oké, ja. Blijf dus niet altijd thuis in je eigen rijbak. Nee. Maar ga het ook echt op andere plekken doen. Ja, en dan daar, al is er geen publiek, toch een showtje opgeven, tot die oefeningen allemaal even doorneemt. Ja. Kijk, je kan het ook. En je wordt ervoor beloond. Ja. Natuurlijk, dat is bij ons natuurlijk heel belangrijk. Ja. Ja. Maar mijn shows hebben vaak een vast begin. Ik weet hoe ik ga starten. En vaak een ongeveer vast einde. Ik weet hoe ik graag zou willen eindigen. Oké. En wat daartussenin gebeurt? I go with the flow.
En heb je dan niet een idee van, oké, ik begin eerst met de kleine trucjes en dan ga ik het langzaam opbouwen, zodat ik nog op het einde iets cools kan laten zien? Nee, dat hoeft niet. Ik begin met jou ook op hele liefelijke muziek. We beginnen met eigenlijk een heel intiem stukje Spaanse pas, knuffelen, een kusje, weet je wel? Gewoon heel erg, kijk, onze samen fantastisch zijn. Dan verandert de muziek, het is allemaal Spirit muziek, naar het nummer van Spirit, Get Off of My Back. Mm-hmm. Dat is best een heftig nummer natuurlijk. En daar mag je vader ook binnenkomen rennen. Dus dat spectaculaire geef ik dan eigenlijk in het begin al weg. Dat is waar. Maar dan is denk ik het mooie dat je hem dan weer naar je toe kan halen en dan kan temmen. Precies, en ik tem gewoon. Aan het einde van dat nummer ga ik hem even temmen. Dan zeg ik, kom gewoon eens even hier. En dan zegt hij, oh ja, oké. Ja. En dan is hij ook meteen echt helemaal getemd, helemaal getraind ook. Dat is wel heel bijzonder eigenlijk, hoe snel dat gaat. Ja, klikkertraining, hè, jongens. Ja, zo werkt dat. Ja. Maar is dit dan het meest spectaculaire? Of is het spectaculairder dat ik op een gegeven moment op jou kan zitten, rondgalopeer zonder zadel, zonder hoofdstel? En met een beetje geluk je vader meegalopeert. Ja, eigenlijk is natuurlijk ook alles cool, hè? Precies. Eigenlijk. Want als ze samen liggen, is dat ook super spectaculair. Ja, zijn er bepaalde oefeningen waarvan je denkt, oh ja, dan gaat het publiek altijd los. Dan hoor je ze echt zo, oeh, ah, ho, zo gaan. Weet je welke echt een hele goede track is voor het publiek? Knuffelen. Ja. En jou kun je dit natuurlijk helemaal leuk, want ik doe mijn armen alleen maar wijd. En dan komt hij zelf naar me toe. En trekt hij mij eigenlijk om zich heen. Ja, leuk. En dat is gegarandeerd een Ja. En dat is super simpel. Ik heb mijn hele berggeit uit mijn shows gegooid. Ja, ik heb hem ook nou op Horace Vent gedaan. Maar uit mijn trucjes, door mijn trucjes zat. Ik dacht, ja, eigenlijk is het ook heel saai. Het is hele saai. Hij is knijtermoeilijk. Ja. Super moeilijke oefening om aan je paard te leren. En echt iedereen kijkt naar me en zegt, wat is dit? Ja. Wat doet dat paard? Maar wat moet je doen als je merkt dat het voor jouw paard op dat moment te veel is? Zo'n show en alle toeters en bellen eromheen. Wat Moos wel kan denken is, ik ga naar de uitgang en zoek het allemaal maar uit. Je hebt natuurlijk ook een fjord. Is dat typisch van een fjord? Het is wel iets wat je vaker bij dat type paarden ziet. Die echt kunnen denken van nou, doei. Ja. Ik zie dat ook. Ik heb natuurlijk ook twee paarden. Ik heb een Fries. En die is er eigenlijk altijd. Ik zeg ook wel, Jouke is mijn rots. Jouke redt mij altijd. Ik heb één keer gehad dat Jouke een keertje nee zei. Dan was ik echt... En toen zei hij daarna grapje. Toen deed hij ook gewoon meteen weer mee. Dat paard, dat is goud waard. Oké, maar niet iedereen heeft zo'n paard. Precies. Ja, en dat maakt gewoon... Ik heb ook wel eens gedacht, wat als dit paard wegvalt? Hij is 22 ondertussen. En ik wil alleen vader moet doen. Maar het is eigenlijk hetzelfde wat je doet in je training. Stap het terug. Oké, dus je moet denken van, oh jee, hij geeft nu een hele grote nee. Nou, flamen, daar zegt hij altijd ja op. Dan gaan we maar flamen. Dan ga je maar flamen. Ja. Ja, precies. En dan ga je ook dingen doen waar je meer samen blijft. Je gaat dan niet cirkelen. Nee. Want bij cirkelen zet je maar een paar meter bij je vandaan en zeg, ga maar lopen. Ja, en als hij eigenlijk al zei, nou, ik heb geen zin meer, dan kan je er donder op zeggen. Want bij cirkelen denkt, ja, doei. Ja, dit heb ik dus wat horse event een beetje gehad. Hij gaf een nee tijdens het rijden. Aan de hand deed hij toen wel weer leuk mee. Maar toen ging het zo goed dat ik dacht, oké, ik denk dat we wel cirkelen kunnen proberen. En dat deed hij eerst heel goed. Maar na een tijdje dacht hij, nee, ik loop nu weg. Ja. Maar ik vond het mooie, ik riep hem. Ik fluit al, ik doe mijn hand omhoog. Jij doet dat ook volgens mij altijd met de handtarget. En toen was hij van, oh ja. Toen kwam hij weer terug en dacht ik, fieuw. Ja. Nou, ja. Dat natuurlijk inderdaad. En als je dan zoiets doet als dat cirkelen, sneller belonen. Korter houden. En dan liever hem 3-4 keer, zoals je eigenlijk in je training ook zou gaan doen, naar elkaar vragen en heel veel belonen tussendoor. Ja. Dan dat je denkt, ja, ik zou je een show te geven. Ja, nu moet je het doen. Precies, dat ja. Het belangrijkste. Ja. Ja. Je moet gewoon denken, al die mensen, die kunnen gewoon minder dan ik. Want ik sta hier de show te geven en jullie zitten langs de kant. Ja. Dus als ik maar de helft laat zien van wat we kunnen, kunnen we nog steeds heel veel laten zien. Ja, dat is wel waar. Dan gaan we Moos even pakken en kijken waar hij zin in heeft. En kijken wat voor dingen we kunnen verbeteren of aanleren. Wat ik dan weer op show kan meenemen. Helemaal goed. Gaan we doen. Oké, Moos gaat het aanbieden. Ik wil dus beginnen met zitten aanleren. Wij doen het vanuit het liggen. Down. Goed zo. Dan biedt hij vaak eerst aan. Goed zo. Down. Goed zo. Braaf. Heb je hem niet gedaan? Ja. Kijk. Hij biedt al aan. Ja. Oh, jammer. Nu was ik te laat. Ja. Maar ja, inderdaad. Hij denkt al wel snel van, oh ja, dit gaan we doen. Ja, wat je nou wel ziet is dat hij dus nu bepaalt wanneer het wel klaar is. Ja. Op het moment dat je zijn hoofd wat meer naar zijn achterbenen toe weet te houden met de beloningen, kan je voorkomen dat hij voordat jij zover bent al in het zitten gaat. Down. Goed zo. Goed zo.
Kijk, en hier wil je nu echt zijn hoofd onder zijn lijf houden. Daar. Ja, daar. Zo. Heb jij koek? Ja, ik heb koek. Oh, goed zo. Ik heb ook een wortel. Oeh. Kijk, ja. En hier loop ik dus vast. Ja. Dat hij... Ja, hij springt er snel overuit. Ja. Ja, en dat is eigenlijk een kwestie van toch heel veel blijven doen. En echt het voer tegen ze. Het makkelijkste is eigenlijk om echt een grote wortel te pakken. Ja, dit is te klein. Dat is te klein. Ja, want daar krijg je het makkelijk afgebeten en dan kan je lekker op kouwen. Ja. Maar hij moet eigenlijk even afgeleid zijn. Oké. Okay. En dan kan je met die wortel in zijn mond een klein beetje gaan sturen. Terwijl hij dus heel fanatiek op dat ding zit te kouwen. Ja. Dan kan je een beetje meer zijn borst, zijn hoofd naar zijn borst. Dus hij moet eigenlijk een beetje moet omhoog. Goed zo, down. Goed voor jou. Ja. Maar hij weet heel goed wat de bedoeling is. Dat is wel leuk. Ja, ja. Hij snapt echt. Goed zo, knap voor jou. Ja, dat vind ik vooral leuk om te merken. Oh, ja, nu gaat hij al bijna. Oeh, maar ja, wat ik dus doe, ik tik hem eigenlijk zo. Goed. Ja, met name is het je daar eigenlijk continu wat te laat mee gaat zijn. Oké, dat is de slow. En omdat je hoofd nu eigenlijk te ver opzij houdt, wordt het ook moeilijker voor hem om omhoog te komen. Kijk, je ziet dat hij hier wel de goede beweging maakt. Ja. Alleen dan gaat hij hard door. Ja. En denk daarna van, oh ja, nu ben ik eigenlijk al bijna overeind, dan ga ik ook door. Ja, ik heb dus ooit geleerd van voren de spagaat aan te vragen. Moet ik altijd een paar pasjes doen en dan kan ik er pas naast staan om het knielen te vragen. Kom. Ja, goed zo. Dit is complimenten. Oh, dat is knielen toch? Nee, knielen is op twee knieën. Ja, maar dat kan hij nog niet. Dat kan hij nog niet. Nee, maar hoe moet je dan dat aanleren? Kan hij op beide benen compliment? Deze wel een beetje zo. Moet ik soms nog een beetje helpen. Komt die? Ja? Kom maar. Juist. Ja, ik krijg het wel vast even. Ik sta even niet zo handig, omdat ik ook nu opeens aan de andere kant sta. Maar ja, leuk, hè? Je denkt wel supergoed mee, hè? Ja. Die? En ik ben wel blij als hij nu reageert door het been op te tillen. Oké. Dat. Ja, wel graag. Of iets meer zo, oké. Ja, wel graag. Niet een spagaatachtig... ja, goed meegedacht, maar ik wil graag deze. Ja, die. Ja, kom. Ja, ja, goed. Hij denkt goed mee. Ja, ik ben echt trots op mijn paard. Ja, ja. Je bent terecht heel trots. Ja. Maar daarom vind ik shows ook zoveel leuker nu dan wedstrijd. Want dan moet je in een bepaald malletje passen. Ja. En met show kan je lekker doen wat voor jou en je paard goed werkt. Weet je ook wat leuk vindt van een show? Naar de hand van iedereen aan je toe vertellen hoe fantastisch je was. Je krijgt geen protocolletje en alles wat je niet goed deed. Inderdaad, ja. Dat, ja! Oh. Ik ga niet meeklikken. Ik zou denk ik nog iets langer gewacht hebben om te kijken van, goh, gaat hij het doen? Maar het is niet verkeerd om het sneller te klikken. Ja, oké. Okay. Ik hou er wel van om te kijken van, hé, wat bedenk je nog zelf hiermee? Ja, maar je zag hem al, ik klikte en toen ging hij nog een stukje meer duiken. Precies, en eigenlijk had ik dan een seconde later moeten klikken. Maar het is jouw paard, het is jouw training. Ja, maar jij bent expert. Ja. Je klikker traint mij weer als jij ook klikt. Ja. Want dan denk ik, oh, hier moet ik dan weer op reageren. Poepie, kom. Ja, ja, ik heb... Nu zie je dat hij onzeker wordt in wat hij doet. Kom maar. Dus nu ga je weer sneller klikken. Ja? Klik. Ja? Ja, want wat ik zeg, je gaat nu weer sneller klikken. Hij was onzeker. Oké, dus als je hem nu al een moment optilt, moet ik belonen. Ja. Nu doortikken. Ja, blijven tikken. Blijven tikken tot hij de juiste reactie geeft. Tikken. Even erbij blijven, poepie. Ik heb een worteltje, ja? Ja! Ja! Wortel voor jou! Goed gedaan! Want wat ik zei, hij weet even niet wat hij doen moet. Dan gaan we dingen proberen. En iedere keer dat jij stopt met tikken, ben je eigenlijk ook aan het belonen. Ja. Omdat je stopt met wat je aan het doen bent. Oké, okay, ja. Want hij denkt, oh ja, dit was blijkbaar een goede reactie, want het stopt. Dan ziet hij eigenlijk negatieve bekrachtiging als beloning. Ja. Kom, deze. Ook heel knap. Zo, wauw, mooi. Maar ik wil graag deze. Kijk, die vond ik wel goed. Hij probeerde dat been wel alsnog te doen. Oké. Ja, dit is eigenlijk veel makkelijker als hij alvast op die ander gaat knielen en dan doet hij deze ook meteen. Ja, dus als hij er dan bij gaat trekken, is helemaal prima. Ja. Maar ik denk dat voor hem, omdat hij met de andere been veel vaardiger is, omdat hij dan veel langer doet, handig is als hij eerst op deze gaat liggen en dan die andere erbij gaat trekken. Ja. Yes. Super van jou. Goed van jou, hè. Wow, super paard. Ja. Hallo, deze? Ja, goed. Kom maar. Ja, kom maar. Kom. Ja, goed zo. Wauw, super paard.
goed zo, wat? Dan ga je ook de andere aan. Oh, gaan we al zo snel? Ja, ga gewoon proberen. Want we kunnen heel lang op deze gaan doortrainen, maar je wil juist eigenlijk naar die andere oefening toe. Ja, dat is waar. Probeer, terwijl je bezig bent om de een neer te leggen, om ook die andere vast te krijgen. Op het moment dat je voelt dat die gaat zakken, okay, ga je ook die andere vragen. Die ook? Nou, ik wil hem wel even belonen. Ik vind het wel knap. Het is natuurlijk heel moeilijk. Ja, hoe moet dat nou? Ja, dat is moeilijk, hè, jongen. Ja, die ook. Ja, knappie, kom maar. Oeh, ja. Ja, misschien werkt dat voor jou. Ja, heel goed. Deze ook. Deze ook, ja. Moet deze ik? Ook. Deze ook. Ja, deze ook. Deze ook, Moos. Deze ook. Ja, goed zo. Bijna. Bijna. Ja, knap. Goed zo, dan deze. En dan deze. Deze ook. Ja, goed zo. Goed zo. Goed zo. Deze ook. Goed zo. Deze ook. Oeh. Ja, dat goed was zo. Goed. Dat was goed. Dat was goed, jongen. En zie je, hij blijft eigenlijk nog steeds goed meedoen. Ja. Hij zit echt te zoeken, oké, wat bedoelen jullie? En dat is echt heel fijn. Oh, wortelpunt. Als hij nu het lichaam aanbiedt, gaan we dan het zitten weer vragen? Ja. Oké, down. Down. Ja, dat hij begint te snappen dat we hier down. Echt? Ja? Ja? Down. Ja! Wauw, wat goed van jou, hè? Yes. Zorg dus dat je zijn hoofd op het moment dat je wil gaan liggen goed recht voor hem houdt. En zo dicht mogelijk tegen zijn borst staan. Oké. Ja, klik. Goed. Ja, ja, ja. Knap van jou. Jij wil rollenbollen, hè? Ik zie het, ja. Ik heb normaal een zweep vast. Goed, goed zo. Kom eens dichterbij. Oh ja. Kom eens dichterbij. Maar dan ben ik bang dat hij omvalt. Nee. Goed zo. Ja. Oeh, hier poepie. Ja? Ja, en hoe komt hij dan? Ja, goed. Goed zo. Ik ook echt gewoon twee armen. Pak mijn koek. Goed zo. Dat was al goed beter, hè? Zag je? Ja, 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 hij ging echt al zo. Dus hij begint ook echt te snappen wat we hierin zoeken. Ja. Goed gedaan, mijn vriendje. Danielle, ik wil jou heel erg bedanken voor de tips. Ja, heel graag gedaan. En ik denk dat we er even weer mee vooruit kunnen. Maar ik wil zeker nog een keer bij je lessen. Gaan doen. Want jij geeft les in vrijstressuur, maar alles eigenlijk rond gedrag. Dus ook trainen laden, maar ook dingen met rijden, buiten rijden. Jonge paarden opleiden, ja. Grondwerk, dressuurmatig grondwerk, dressuurles geef ik ook. Band met je paard verbeteren. Ja, bedenk het maar en dan kan je ermee helpen. Ja, en je hebt daar ook een cursus mee over gedrag, ja, van paarden. Ja, eigenlijk, paardentaal. Ja, paardentaal. Ik denk dat dat een hele goede is voor alle paardenliefhebbers, ja, inderdaad. Willen jullie sowieso een kijkje nemen bij Danielle van wie is ze nou, wat, hoe vertelt ze nou? Dan kan je dat sowieso op jouw YouTube kanaal gewoon, ja, vinden. Dan kan je al een beetje kennis maken met Danielle. Laat zeker weten wat je van deze aflevering vond. En ook van onze aanpak met klikkertraining en dat we toch heel erg aan het dier denken. Mm-hmm. Dat is heel belangrijk voor ons. Hè, Moos, zo, doe even die mond op mijn die kaken. Moos, weer even een piranha. Ja. Dan heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei! Doei.